De gemeente Kerkrade wil met jou in gesprek over het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente. Dit doen we aan de hand van een aantal stadsgesprekken. Dit eerste stadsgesprek staat in het teken van de muziekverenigingen. Nou ja, we hebben vanavond de eerste sessie gehad van de stadsgesprekken om te komen tot een nieuwe cultuurnota. Ik had best wel hoge verwachtingen, want het eerste groep die we hadden besproken vanavond, dat waren de HAVA's, de muziekgezelschappen, de korenzang, die echt betrokken zijn bij dit soort verhalen. In het begin dacht ik, gaat het op gang komen of niet? Het was een beetje langzaam op gang. Tot de ene op de Schelvendam was, toen gingen er meer voor. Toen hebben we een hele mooie sessie gehad. Waar we heel veel leuke dingen hebben opgetekend, suggesties hebben opgenomen, waar we iets in kunnen. We gaan van de week ook dat helemaal bekijken, we gaan dat ook evalueren. En van daaruit kijken hoe we gaan terugkomen en communiceren met de deelnemers. En van daaruit gaan we dat meenemen in de volgende sessies om te komen tot een optekenen van een cultuurnota einde van het jaar. Toegankelijk te maken, ja. Om daar een podium te krijgen. Dat zou ook een facilitering die vanuit de gemeente moet komen. Maar om juist mensen aan ons te binden, die ons kunnen helpen, om juist die ideeën te krijgen die ertoe doen. En ik denk dat dat ook een goede zaak zou zijn. Als je door, en dan met elkaar echt beleid gaan vormen in Kerkrade om proberen dat vliegwiel weer op gang te krijgen bij alle verenigingen die ertoe doen. We investeren samen. Zijn er kosten, delen we die, en als er iets overblijft, delen we dat ook samen. Ja. We hebben mensen nodig, we hebben, ik noemde straks de festivals, de muziekschool, het sociale domein, mensen uit die omgeving. Wij hebben die mensen nodig die ons gaan aansturen. Onze verantwoordelijkheid ligt veel verder. En vandaar zouden in het de beleidsnota iets zouden moeten komen over de verbinding van die muziek met het sociale domein van die gemeente. Ze moeten nog 4, 5, 6 groepen spreken, door de hele bevolking heen, de wasse bevolking. En dat totaalplaatje, dat moeten we een keer politiek voorleggen ter besluitvorming. Dit was het begin, het was een goed begin. We hebben ook gesproken of mensen tevreden waren. We kregen een 7-8 gemiddeld als uitkomst. Dus we kunnen terugkijken op een leuke avond. En we gaan zeker evalueren om het de volgende keer met andere groepen, andere doelgroepen, ook weer goed uit te voeren. Misschien nog beter te maken. Maar ik ben wel blij met deze avond. De eerste aftrap van al die stadsgesprekken was voor mij, wat mij betreft, en onze medewerkers een groot succes. Wil jij op de hoogte blijven over de gesprekken? En wil je meepraten over een van de volgende onderwerpen? Houd dan www.kerkrade.nl/cultuurnota in de gaten. Om te zien waar en wanneer de gesprekken plaatsvinden. En om te zien wat er al besproken is. Aanmelden voor een gesprek kan heel eenvoudig. Stuur een mailtje naar cultuurnota@kerkrade.nl en vermeld daarin je naam en met hoeveel personen je komt. Cultuur in Kerkrade is van en voor ons allemaal. Laat je daarom horen en kom naar de stadsgesprekken.